Willem, ik ben de heer Priem uit Spijk, Groningen. We zitten hier op een akkerbouwbedrijf met middelzware kleigoten. En wij hebben hier een zaaicombinatie met een nieuw type rol ontwikkeld. Waarbij vooral gekeken werd dat de schijven de rol volgden, precies op het hart. Op dit moment ben ik daarmee aan het demonstreren en bevalt mij die rol erg goed. Ik heb dat in samenwerking ooit gedaan met Breider en met de heer Kuttler. We hebben hier een prisma ring die loopt in één lijn met deze zaaikouter. En daardoor zaait dit zaaikouter in de vaste grond. En dit zaaikouter zou doen daardoor het zaad beter op de vaste grond ligt, zullen we door minder opkomstproblemen hebben onder droge omstandigheden en hoef ik dus ook minder zaaizaad te gebruiken. En omdat die niet aangedrukt wordt, zeg maar omdat hier een hele grote diepe holte zit, zeg maar, wordt die niet aangedrukt, deze grond, zeg maar, vanuit de kopweg. En daarom is die op een gegeven moment heel makkelijk door de eg te bewerken, ook onder erg natte omstandigheden. We hebben de prisma schijven hebben wij ook op 12,5 centimeter gemaakt, zodat wij mooie doorruimtes kregen waar de kluiten, zeg maar, precies bij doorgingen van een centimeter of 6, sowieso niet groter. Dit is een ideaal zaaibed, zeg maar, voor tarwe te zaaien. En ook ideaal voor de kluiten, om de grote kluiten kapot te maken. Deze rol heb ik samen met Kuttler en met Breider ontwikkeld. En dat hebben we met heel veel plezier samen gedaan.